Oh, hoi mam. Wat doe jij? Nou, ik wou je rode blouse aan vandaag. Waarom? Je hebt zelf toch kleren genoeg? Jawel, maar geen rode blouse. Maar waarom wil je per se een rode blouse aan? Oh, ja, zeg, wat is dat nou weer voor een vraag? Oh, nou ja, sorry hoor, madame. Maar ik vind het vervelend als je in mijn kasten snuffelt, dat weet je best. Ja, mam. 100 keer heb ik het al gezegd. Vraag toch eens eerst wat. Mam? Ja? Mag ik je rode blouse aan vandaag? Ja, natuurlijk, schat. Als je op kamers gaat wonen, mag je hem houden. Ja, zeg. Geef je eigen rode blouse maar. Ik heb geen rode blouse. Bovendien wil ik helemaal niet dat ze op kamers gaat. Nou, bemoei je er dan niet mee en blijf slapen. Ja. Wat is er? Is er iets met die blouse? Nou, hij maakt me een beetje ouwewijverig. Ouwewijverig? Hoe kom ik daar nou bij? Dat vind ik helemaal niet. Nou, mam, kijk, jou staat hij misschien hartstikke goed, hoor. Alleen, hij maakt me gewoon truttig. Sorry, hoor. Bedankt. Bedankt. Hoor je dat, Fik? Nee, ik slaap. Ach, lach niet. Au! Niet doen! Ancona, Italië? Ja, 200 gulden, opa. Ja, maar we hebben vorige week ook al geld gestuurd en de week daarvoor ook. Dit is de derde keer dat je over je bent. Ik heb niks meer te eten. Oh! Ja, maar vertel nou, waar heb je dat geld dan aan uitgegeven? Condooms. Museumkaartjes, opa. Museumkaartjes? Ja, die zijn onwijs duur hier. Ach ja, schijn er toch uit. Je gaat mij toch niet wijsmaken dat jij dat geld aan museumkaartjes hebt uitgegeven? Dat heb je mezelf opgedragen. Ik moest en zou de Acropolis bezoeken. Ja, bezoeken? Ja, niet herbouwen. Maar al het geld wat jij in Griekenland hebt uitgegeven, kan je de helft van de tempels restaureren. Stuur je dat geld nou of niet? Je krijgt het eerlijk van me terug. Ja. Wat zeg je? Rick, ik wil het absoluut terug hebben. Begrijp je wel? Ik laat me niet uitkleden. Tuurlijk, opa. Ik heb je zelfs in mijn testament gezet. Doei. Ja, doei. Dat is mogelijk, hè? De jongen is in staat om in zijn eentje een economische crisis te veroorzaken. Ja, kom op, pa. Hij heeft in elk geval de Acropolis bezocht. Ja, dat hebben de Turken ook, maar die beschouwen het gebouw als schietschijf. Ach, maar jij gaat mijn lieve kleine Rick toch niet vergelijken met dat soort fanatiekelingen? Nou, je had hem eens moeten zien in vak S bij Feyenoord. Daar zijn de fundamentalisten die bitprentjes bij zijn. Zeg, pas je wel op als je het over de echte Feyenoord supporters gaat hebben, want hier zit er eentje, hoor. Ja, en hier ook nog een, dus oppassen geblazen, hè? Bah. Voetbalfundamentalisten. Pak jij hem of pak ik hem? Ik zou het zelfs met z'n tweeën niet proberen. Als het om Feyenoord gaat, dan zou je... Ah, hou op over voetbal op de vroege morgen. Ik heb een zwakke maag. Goedemorgen, Nicole. Dag. Wil jij een lekker kopje koffie? Oh, heerlijk, lieverd. Net waar ik aan toe ben. Oké, nou, dan ken ik weg. De patat roept. Ho, Harry Stevens. Waar gaat dat naartoe zo vroeg op de morgen? Het is pas 8 uur en jij gaat pas om 12 uur open. Maar ik heb nog het een en ander te doen voor ik open ga. Ik moet nog langs Jopie en langs de groothandel. En de frituurpan moet ik even nakijken. Ah joh, dat doe ik wel voor je. Nee joh. Er is niks aan de hand. Gewoon een paar draadjes die erbij hangen. Een fluitje van de cent. Draadjes? Dat ding werkt toch op gas? Ja, dat instrument heb ik betaald. Jongen, je bent wel aan het investeren geslagen, hè? Restauratie van de Acropolis, Harry frituurpan. Nee, maak je niet te gek. Nou, ik ga het. Nou, dag. Dit vind ik toch echt te dol worden, hoor. Je gaat voor dag en dauw de deur uit. Ik kom er s'nachts na 12 pas weer in. Nou, ik ben een kleine zelfstandige. Hij werd handen en voeten gebonden aan zijn bedrijf. Ja, en dat bedrijf heeft zeker mooie benen, blonde haren en een zwoele oogopslag, ben ik bang. Nou, als dat nou zou kunnen, dan... Het enige wat blond is in mijn bedrijf, dat is een kwakkie mayonaise. Ja, maak er maar een grap van. Vind je het erg dat ik achterdochtig word? Als je smoesjes gaat verzinnen om dingen te doen waar je normaliteit smoesjes voor verzint om ze niet te hoeven doen? Hm? Ik snap er geen jota van, Nico. Wat een volzin. Heb jij er ooit aan gedacht om in de politiek te gaan? Ja, waarom zeg jij nou altijd dat ik smoesjes verzin als ik gewoon de waarheid vertel? Jij weet niet eens het verschil tussen smoesjes en de waarheid, jij. Jawel. Echt scheiding. Hier zo echt. Hoor je het nou? Dat is nou mijn Nico. Het is nog niet eens 'smorgens 9 uur. Nou, de mazzel. Hier zo. Ook goedemorgen, Anna. Dag, Anna. Anna, douche staat in brand. Opa wil een beetje fietsen op, hoor. Joehoe. Hier, 2 kamers met gebruik van keuken. Dat klinkt niet slecht, hè? Ben je daar nou nog mee bezig met die kamers? Ik dacht dat dat hoofdstuk afgesloten was. Nee, jij had dat hoofdstuk afgesloten. Wij niet, pap. Laat eens kijken. Kijk hier. Midden in het centrum. Oh ja, dat ziet er inderdaad niet gek uit. Nee, ik ga meteen even bellen. Nee, jij gaat helemaal niet bellen. Als er gebeld moet worden, doe ik dat.
Wie weet wie die advertentie gezet heeft, zeg. Nee, dat kan wel een of andere seksuele perverseling zijn. Ja, op, je bent echt gestoord, weet je dat? Nee, ik moet de man zijn stem horen. Dan weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb. Als burgemeester deed ik dat regelmatig... Als je met alle geweld wil bellen, bel dan ook. Ik ben bezig, lief schat. Ik ben bezig. En zet hem even op hands-free dan, hè? Nee. Hallo? Hallo, ik bel, u spreekt met Buis, ex-burgemeester van het mooie stadje Veren. Ik bel naar aanleiding van de advertentie die u, hallo, hallo! Nou ja, nou vraag ik je, zegt, die gooit de woorden op de haak. Misschien dat de man ook hoorde aan de stem wat voor vlees hij in de kuip hebt. Die man was een vrouw, Willem. Oh, maar ik begrijp best dat die vrouw de horen erop heeft gegooid. Nou, die stem van jou gehoord hebben, die is rot geschrokken. Je bent niet leuk, Willem. Hallo! Hallo, mevrouw. Wij werden zojuist verbroken. Ja, ik bel namelijk naar aanleiding van de advertentie die u de tweede van de negende hebt geplaatst over de kamer. Ja, nee. Het is niet voor mijzelf, het is voor mijn kleindochter. En denk erom, ik doe het voor. Oh ja, zo, dat is een verrassing. Ja, in het begin. Daarna mag je. Ja? Een meer dan goedemorgen, mevrouw. Ik zou... Denk ook niet aan de deur, Sven. Ik kom voor de kamer. Oh, zegt u dat dan meteen? Ik hou niet van die verkooppraatjes. Ik verhuur niet aan oudere heren. De kamer is niet voor mij. Dat heb ik u telefonisch al meegedeeld. Dit is mijn kleindochter. Dag mevrouw, de kamer is voor mij. Nou, zegt u dat dan meteen, hè? Komt u binnen. Ha. Goed weer. Nou, dat is het dan. Twee kamers en suite. En de keuken is op de gang. Nou, dat is toch heel leuk, hè? Dat is echt iets leuks van te maken, hè? Ja, ja, misschien wel, ja. Na 11 uur... mag geen muziek meer worden gemaakt op de kamers. Eventueel herenbezoek dient voor 10 uur afscheid te hebben genomen. En om 12 uur gaat de ketting op de deur. Dan komt er dus niemand meer in of uit. Begrepen? Ja. U bent nogal streng. Er wordt hier gewerkt. Studenten moeten studeren, zeg ik altijd maar. Ik heb nooit de kans gehad om door te leren. En daarom wil ik ook geen gelorg van jullie meiden hier in huis op kosten van de gemeenschap. Nou, bravo. En als je met elkaar in één huis woont, dien je je aan bepaalde regels te houden. Ja, natuurlijk. Van mannenbezoek bijvoorbeeld zult u van mij geen last hebben. Mooi. Ik ben lesbisch. Anna! Ja, ik vind het dus echt fantastisch hier, hè. Echt helemaal te gek. 2 kamers. Ik denk dat ik dan in dat kamertje daar dan ga slapen. En heb ik deze hele kamer over om met de band te repeteren. Hard rock, ja, echt onwijs. Er is dus zelfs plaats voor Wouters drumstel. Een drumstel? Geen sprake van. Ach, wel nee. Anna, wat wil je hier nog mee? Ja, en hier heb ik de ochtendzon op mijn balkonnetje. Hartstikke goed voor marihuanaplantjes. Zeg, wacht eens even, jonge juffrouw. Wat ga jij eigenlijk studeren? Seksuologie. Sinds ik ontmaagd ben, ben ik waanzinnig geïnteresseerd in seks. Ik ben gek geworden. Wat wil je hiermee? Zoeken jullie dat buiten maar uit, hè? Zij komt er bij mij niet in. Mag ik u verzoeken? Maar mijn kleindochter maakt grapjes, hoor. Ja, het is een misverstandje. Ze maakt soms grapjes die niet door de beugel gaan. U zegt het. Ogenblikje, mevrouw, sluit u de deur nog niet. Ik moet even onder 4 ogen nog een paar woorden met mijn kleindochter wisselen. U wisselt maar zoveel u wilt. U komt mijn huis niet meer binnen. Marihuana! Kan je dat nou toch doen? Ik heb nog nooit in mijn leven zo voor gek gestaan. Hoe durf je? Nou, opa, stel hem niet zo aan, zeg. Dit was gewoon een afschuwelijk rotwijf. Dat kon je toch zo zien? En dit was geen studentenhuis, maar een concentratiekamp. Maar je mij zo voor gek zat, is mijn leven nog niet gebeurd, zeg. Nou, vraag ik je. Lesbisch. Nou ja. Opa, wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Anna, met je. Wat bedoel je? Anna? Anna. Anna, je bedoelt toch niet dat jij... Ah, wel nee joh, opa. Natuurlijk niet. Ik wilde gewoon het rotwijf eventjes op de kast jagen. Hoe kon ik nou weten dat jij nou meteen naast haar zou gaan zitten? Het is niet leuk, Anna. Het is niet leuk, Anna. Oh, hoi. Zeg, je bent laat. Tegenwind. Oh, ik heb mijn apenazers getrapt. Zeg, geld van me. Zeg, heb je wat te drinken voor me? Ik ga van mijn dorst. Nou, voor jou altijd. Hier zo. Gaat dat zo? Met een rietje? Ja, wat dacht je dan?
Als het moet, dan zuig ik nog een pingpongbal door een tuinslang. Jij bent met er eentje. Waarom ben jij eigenlijk nog niet open? Nou, ik wou eigenlijk ergens met je naartoe. Dat hoor ik wel vaker. Bij jou of bij mij? Nee, ik heb misschien een nieuw baantje voor je. Oh, te gek. Wat voor baantje? Nou, heel leuk. Je komt veel onder de mensen. Dat kom ik nou ook. Nee, bij deze baan moet je rechtop blijven staan. Laat ik het nou zo zeggen. Nou, oké. Ik ben benieuwd. Laten we maar eens even kijken dan. Ja, nee, wacht even. Moet je eens luisteren. Met zo kun je natuurlijk niet solliciteren, die kleding. Oh, nee? Nee, ja, tenzij je naar de Tour de France wil of zo. Oh, maar ik ben niet voor één gat tegelijk te vangen. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Hoe bedoel je nou? Als meisje weet je nooit waar je allemaal terechtkomt. Dus heb ik een jurkje bij me. Voor noodgevallen. Zo, als Nicole op stap gaat, heeft ze altijd zo'n koffer bij zich heen. Nee, nee, niet doen. Je gaat nou gewoon naar binnen. Hè? Anders straks vat je nog kou. Doe dat maar in de hapkar. Dank je. Teringen. Daar heb je de garnaal. Zo, jongen, wat zie jij er nou uit? Word je gesponsord door een nieuwe kledinglijn of zo? Ja hoor, ja. Lachen hoor. Poeh, dat moet je wel afzien hoor. En die schoenen, hebben die van die nieuwe luchtkussens of zo, jongen? Ben je nou toch mee bezig, mafkees? Ja, ik moet meer bewegen, heeft de dokter gezegd. Ik zit te veel, hè? Ja, nou, die 18 maanden ga je ook niet in je koude kleren zitten. Maar je had toch kunnen basketballen? Hè? Op de binnenplaats, daar ben je trouwens lang zat voor. Geef mij nou eerst maar eens een pilsje, hoor, als je uitgelachen bent. Nee, ik ben nog niet open. Ja, maar dan geef je me toch wel een pilsje? Nee, joh, straks kan je een emmer bier krijgen als je dat wil, maar nou ben ik nog niet open. Luister, joh, ga nou gewoon eerst die Kralingse plassen rondrennen voor je aan het bier gaat, anders loop je zo te klotsen. Nou, vooruit, handrem los, hier zit twee, en weg, meisje. En? Val ik zo bij u in de smaak, meneer? Zo, teringe. Stap maar weer in, want we gaan weg. Is dat een beetje overdreven als we in zo'n slee komen voorrijden? Ga dan maar naar binnen. En laat de Pierre gewoon naar mij nemen. Wat komt daar nou toch voor ding aan? Harry's hap. Nou, nee, dus je krijgt concurrentie, jongen. Hé? Nou, zal ik dat... Karretje volblazen voor je? Nee, nee, dit is Harry Stevens, een oud maatje van me. Ja, ja, zeker samen in Veenhuizen op vakantie geweest, zeker. Zo. Heeft die even een stuk bij hem, kijk dan. Zo, did you. Die Harry. Welkom, Harry. Kom binnen. En je weet het, hè, meegenomen etelswaren, alcohol en drugs mogen hier niet genuttigd worden. Mooie meiden wel. Nou, wees maar niet bang voor mij. Dat is gewoon Nelis. Hij bloft wel, maar hij bijt niet. Oh, maar dat is ook toevallig, Nelis. Dan vullen we elkaar fantastisch aan. Oh ja? Ik blaf niet, maar ik bijt wel. Ga zitten. Ik kom zo bij jullie. Willen jullie misschien wat drinken? Zit je graag. Doe mij een pils, Nelis. Komt eraan. Nou, wat vind je er hier nou van? Nou, wel geinig. Die Nelis lijkt me wel tof. Met Nelis, met die gozer kan ik lezen en schrijven, joh. Wat ga ik hier verdienen, denk je? Ja, nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Een vetpot zal het wel niet wezen. Er zijn niet veel klanten zo te zien. Nou, maar s'avonds zit het hier wel mooi stampvol, hoor. Maar weet je hoeveel ik in het sekshuis verdiende? Ja, dat zal best heel veel zijn, maar je wou toch wat anders? Ja, maar toch. Ik ga natuurlijk wel een flink stuk op achteruit. Nou, dan ga je gewoon naar Nelis toe en dan vraag je een draadloze telefoon en dan ga je in de stille uurtjes 06 nummers inspreken. Met de complimenten van het huis. Dank je. Nou, Nelis, daar ga je. Ik zou het echt niet weten, jongen. Oh, Nicole, weet jij misschien hoe laat Harry en Anne thuiskomen? Oh, die zijn kamers gaan bekijken. Dat kan wel uitlopen. Ja. Willen jullie een kopje thee net gezet? Dat vind ik lekker. Zeg maar, om even op die wedstrijd van afgelopen zondag terug te komen, dat was absoluut niet de schuld van Van Haneken. Jawel, hij had John de Wolf nooit moeten laten gaan. Toen is al die ellende begonnen. Die schopte tenminste iedereen die het strafschopgebied in kwam meteen het ziekenhuis. Ach, hoe kom je daar nou bij? Weten jullie waarom ze Feyenoord met een D schrijven? Nee. Voltooid verleden tijd. Er zijn vrouwen om mindere redenen op de brandstapel gekomen, Nico. Kijk eens. Ah! En Matari. Ja,
om te bedanken voor het terugvinden van mijn lieve schat. Ach, Tip. Wij zijn Henri en Anna. Die zijn op kamerjacht. Mag ik je even voorstellen? Dit is Wouter, de nieuwe vriend van Anne. Ah, de sluwe vogelaar. Vogelaar? Ja, de vriend van Anna bestudeert toch vogeltjes? Rob is verleden tijd. Dit is de nieuwe grote liefde van Anna. Alweer een week of twee, drie. Hè? Oh. Dit is onze taartentante. Nou, ja, taartentante. Alleen als ze lief zijn, dat komt niet zo vaak voor. Maar jij bent lief voor Anna, dan krijg je met mij te doen, nou, dat hoor. Valt best mee. Het is een hele geschikte pier. Alleen, hij weet niks van voetballen. Wow, hij weet niks van Feyenoord. Ik ben voor Ajax. Nou, dat zeg ik. Hij weet niks van voetballen. Hallo. Hey, tante Tip. Dag, kind. Dag. Dag. Kijk eens, taart. Oh, geweldig. Hoi. Ben je hier al lang? Ja, nee, net. Vertel eens gauw, kan ik de verhuiswagen bestellen? Hoe is het gegaan? Hoogst irritant. Anna heeft mij op een niet te tolereren wijze voor aap gezet. Ja, en dat doe jij altijd liever zelf. Bemoei je er niet mee, Tip. Wat doe je trouwens hier? Taart brengen. Oh, dan mag je blijven. Vertel nou eens, pa, wat is er nou zo hoogst irritant? Ik ben nog nooit in mijn leven zo in verlegenheid gebracht. Toen ze haar maagdelijkheid verloren had, wou ze seksuologie gaan studeren. Haar maagdelijkheid verloren? Ja, je slaat de spijker op de kop. Ah, opa, toe nou. Het was gewoon een geintje. Dat zijn geen leuke geintjes, Anna. En zeker niet waar vreemden bij zijn. Hallo, Wouter, hoe is het met jouw kerel? Heb jij Wouter al ontmoet? Ja, Anna's nieuwste studieboek, heb ik begrepen. Vechten tegen de bier. Ah, opa, toen nou, hallo. Nee, Anna, ik vind het niet leuk. Nou, ik begrijp dat we de verhuiswagen weer kunnen afbestellen. Hoi, hoe is het gegaan? Jouw dochter is totaal krankzinnig geworden, totaal krankzinnig. Ik? Opa, dat was geen studentenhuis, maar een klooster. En die moeder Ooster was al helemaal niet te filmen, zeg. Ik geef toe, ze was een beetje streng, maar... Een beetje? Ja. Vergeleken bij haar was moeder Teresa een swingende groupie van de Rolling Stones. Een heel klein vogeltje fluistert in mijn oor dat de kamer geen doorslaand succes was. De kamer was uitstekend, niks mis mee. Nee, met die kamer niet, nee. En het uitzicht, dat was ook geweldig, opa. Maar daar heb ik het niet over. Allee, hou daar eens mee op. Hier nog een beetje thee. Dan kunnen jullie de zaak dadelijk rustig bespreken. Ja, ik ben rustig. Oh, het is te beter. Wat is er nou precies gebeurd? Sorry, ik begrijp er geen bal van. Wat was er nou mis met die kamer? Ach, het gaat helemaal niet om die kamer. Oh? Altijd als ik zelf iets wil doen, moet ik het eerst door de bol buisraad van toezicht sleuren. Ik voel me net een tropisch zangvogeltje met afgehakte vleugeltjes en een uitgerukte tong. En alles wat ik wil, is vliegen en zingen. Zeg, wat krijgen we nou, zeg? Waku, waku? Oh. Alsjeblieft, zeg, doe niet zo melodramatisch. Melodramatisch? Ja. Ik? Ja. Opa, als er jou iets dwars zit, dan kondig je meteen de algemene noodtoestand af. Maar als er mij iets dwars zit, dan ben ik melodramatisch. Hoor je het nou, Simon? Hoor je het? Fik, jij bent de diplomaat in dit gezelschap. Wat doe je nou in zo'n geval? Nou, in zo'n geval, dan schors je de vergadering en dan ga je taart eten. Kom op. Ja. Tijd om de tuin van Tip aan te snijden. Ik dacht al, wanneer beginnen ze dan nou eens over? Ja, het zal allemaal weer mijn schuld zijn. Ja, hou je mond. Snij de taart dan. Je mag toch verwachten van iemand die een beetje ouder wordt, dat hij ook een beetje wijzer wordt, hè? Ja, dat heb ik ook heel lang van jou verwacht. Snij maar dan die taart. Ah, joh, maar als je zo moeilijk een kamer kan vinden, dan trek je toch gewoon bij mij, hè? Bij jou? Ja, joh, dat is een hartstikke goed idee. Oh, wat vinden jullie ervan? Zeg, hoor ik dat nou goed? Zei jij intrekken? Ja, dat zei hij, ja. Bij hem? En jij? Tjonge? Ja, onwijs toch? Samen hokken met mijn kleindochter? Nou ja, het was maar een gedachte. Het kwam spontaan in me op. Het was een grapje. Oh, grapje? Oh, een grapje. Leuke broekje, Wouter. Ja, en hij leert verdraaid snel, hè? Nee, hey, wacht eens even. Wat bedoel jij met een grapje? Nee, ik bedoel geen grapje. Geen grapje? Jawel, wel een grapje, maar geen leuk grapje, geloof ik. Oh. Wouter, wat is dit, joh? Dit gaat dus echt te ver. Ja, ik kan toch ook niet weten dat je familie zo zou reageren? Ik heb niet gereageerd. Ik ook niet. Oh, opa, hoor je het? Papa en mama staan als een dijk achter mij. Nou, ho, nee, dat is nou ook weer niet het geval, hoor. Oh, dus jullie zijn weer tegen me? Dat zeg ik toch niet? Oh, nou, ik word hier echt hartstikke melodramatisch van. Mag ik even wat zeggen? Als jij het huis uit wil, wat ik me heel goed kan voorstellen. Tip. Hou je kop. Laat mij uitspreken.
Ik heb een prachtige kamer over. Nee, wat zeg ik? Een hele zolderverdieping. Waarom trek je niet bij mij in? Bij u? Ja. Jij krijgt gewoon je eigen sleutel. En ik ben ervan overtuigd dat ik die krentenkakkerige grootvader van jou een hele behoorlijke huur kan ontfutselen. Ho, even voor alle duidelijkheid. Het is de krentenkakkerige schoonzoon die de rekening betaalt. Bravo. Nou, mooi. Dat is dan geregeld. Wat zeg je ervan? Ja. Ja. Maar, tante Tip. Ja. Ik ben lesbisch. Hé, toe, Anna. Oh, ja, kind. Nou, daar heb ik geen probleem mee. Dat moet kunnen tegenwoordig. Oh, wat modern. Maar luister eens. Bij mij thuis, na tienen, geen damesbezoek. Er blijft niemand slapen. Bij mij wordt er gewerkt. Studenten moeten studeren. Ja, bravo. Ja, bravo.